Naast me staat Robin van Gaal, bondscoach van Oranje. 52-0. Wat is jouw reactie? Ja, wat moet je zeggen? Ik coach al heel lang. Ik heb alleen dit nog nooit meegemaakt. 52 goals. Ja, ik weet niet waar het record op stond, maar ja, het is een beetje ontwikkelingswerk wat we gedaan hebben. Letland heeft zich op het allerlaatste moment ingeschreven. En ik begrijp nu waarom. Dus ja, wat kan ik ervan zeggen? Ja, monster scoren aan deze kant. Nu gaat Frankrijk en Malta zich voorbereiden op hun wedstrijd. Wat verwacht je daarvan? Nou ja, dat is in ieder geval een leukere wedstrijd. Ik denk dat alle mensen die nu kijken, die moeten ook even blijven hangen. Frankrijk is echt een goede ploeg. Gaan wij het zondag heel zwaar tegen krijgen. Maar het is ook tegelijkertijd weer een mooie challenge voor ons om te kijken of we dat niveau al hebben. Ze staan 4 plaatsen hoger op de wereldranglijst dan wij. Malta staat een paar plekken onder ons. Maar vorig jaar speelden we daar nog 10-10 in de oefenwedstrijd. We zijn weliswaar 1,5 jaar verder en hebben veel progressie geboekt. Maar ja, goed, Frankrijk zal winnen, denk ik. Maar het wordt denk ik wel een leuke wedstrijd. We gaan er naar kijken. Robin, bedankt voor je commentaar. Succes rest van het toernooi. Hoi, ik ben Willem-Wout Gerritsen en ik ben de coach van UZTC. UZTC zendt als enige in Nederland bijna iedere week live Eredivisie Waterpolo uit. Als je deze video nou leuk vond, vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En wil je echt nooit meer een livestream event missen? Zet dan de e-mail notification aan op onze subscription box. Naar woord, maar deze was goed, hè? Subscription box. Ja, dit kent toch niet, joh. Hoi. Ik ben Willem-Wouter Gerritsen en ik ben de coach van UZTC. We kunnen dit ook gewoon niet, hè? Hoi. Misschien was het ook wel staan. Hoi. 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 Als je deze video leuk vond, vergeet je de. Als je dit ooit ergens publiceert. De doen bloepers ook gewoon. Was dat hem?